Hallo en welkom bij een nieuwe videoles van 4 En deze keer gaan we kijken naar een oefentoets voor het hoofdstuk Licht. Voor 3Havo. En we beginnen natuurlijk gewoon simpelweg bij vraag 1. Bij vraag 1, dat is een uh, leerstofvraag. In de formule n is b gedeeld door v. Dan kunnen we zeggen dat n de vergroting is. Dat B de beeldafstand is en dat V de voorwerpsafstand is. Dan kun je natuurlijk nog afvragen: wat zijn deze dingen? Wat is nu een beeldafstand? Wat is nu een voorwerpsafstand? En daarom teken ik ook expres nu even heel snel een lenzenstelseltje van bijvoorbeeld een positieve lens. En dan gaan we zeggen dat er hier een voorwerp staat. Dan teken ik daar een. Uh, daar ga ik dat daar doen. Nee, dat teken ik hier ergens. Dan gaan we natuurlijk de standaard constructielichtstralen tekenen. Eentje loodrecht op de lens. En eentje helemaal hier naartoe. Waardoor we kunnen zeggen dat er hier een beeld ontstaat. Dit zou allemaal gesneden koek moeten zijn voor iedereen die hoofdstuk licht al helemaal geleerd heeft maar waar het nu om gaat is ik heb hier een pijl deze pijl heeft een bepaalde grootte uh, op mijn scherm is deze pijl 2 centimeter hoog en heb ik hier een pijl die als ik hem snel af meet 3 centimeter hoog is dat betekent de vergroting is anderhalf maar dat kan ik met de hoogtes doen. Dan ben ik echter de formule N is hoofdletter B gedeeld door hoofdletter V. Of zoals sommige andere leraren hem gebruiken. N is BB accent gedeeld door V V-accent. Mag allebei. Dan ben ik de hoogtes door elkaar aan delen. Waardoor ik zeg 3 gedeeld door 2 is anderhalf. Dus de vergroting is anderhalf. Maar wat ik ook kan zeggen is de afstand van het voorwerp tot de lens noem ik de voorwerpsafstand. En de afstand van het beeld tot de lens noem ik de beeldafstand. En ik weet dat ik nu veel en veel te diep op vraag 1 in ben gegaan, want alleen maar het stuk dat hier bovenaan in het geel staat, had in je antwoorden moeten staan. Maar nu weet je in ieder geval weer waar het over gaat. Goed, dat was vraag 1. Gelijk door in de volgende video naar vraag 2.